Het is vandaag Pagwa, een Indiaans lentefeest dat gepaard gaat met veel kleur en het begin van de lente aankondigt. Aan de vooravond van dit Hindoefeest vindt de Holika-verbranding plaats. Waar dit normaal groots wordt gedaan, moesten organisaties ook dit jaar hun viering aanpassen. Onze redactie ging de straat op en bij het maken van het volgende verslag merkten wij op dat de viering overal in het klein plaatsvond. Swaham Dirgapalaya Namah, Om Kuladeva Swaham Kuladevaya Namah, Om Sthanadeva Swaha Sthanadevaya Namah, Om Gramadeva Swaha Gramadevaya Namah, Om Ishtadeva Swaha Ishtadevaya Namah, Om Chakrapala Swaham Chakrapalaya Namah, Om Bhairave Swaha Bhairave Namah. Pagwa is de overwinning van het goede op het kwade en dat is de weerspiegeling van het verbranden van de Holika-stapel. Volgens Pandit Prachand Jagbandhan begint het holifeest 40 dagen daarvoor. Bij het planten van een kastrolieboom. Ging Prahlaad in gebed en vroeg de Almachtige om kracht. Laat me beschermd blijven. En Prahlaad kwam uit het brandstapel, maar Holika, helaas, kwam zij niet uit het brandstapel en zij werd verbrand. Ze werd helemaal verbrand tot de volgende ochtend, totdat ze geen as werd. Ja? En hier hebben wij toen een les gehad, een les geleerd van luister, we hebben gaven, we hebben kennis, laten we dat voor goede dingen gebruiken. Laten we het niet negatief gebruiken, anders zullen zulke aspecten een kuil voor onszelf graven. En dat moet niet gebeuren. En dat is het les in feite, dat wij de lering die wij hieruit kunnen treffen. Prahlaad. Die kwam leven eruit en de buurtbewoners kwamen toen in de ochtenduren bij elkaar. En toen zagen zij dat Holika verbrand is. En ze waren zo blij dat een negatieve aspect helemaal verwijderd is. Ze is helemaal tot as geraakt. En met het as begon men te strooien. En zo is het holifeest toen begonnen. De meeste holika's die werden verbrand mochten niet hoger zijn dan 5 meter. Dit was een vereiste vanuit de regering. Ook mocht er een beperkt aantal publiek aanwezig zijn bij de verbranding. De stichting Sportcomplex Quatta was zeer teleurgesteld in de opzet van het verbranden van de Holika-stapel. Volgens voorzitter Ashok Kumar Suchit is dit eigenlijk geen Holika, maar om de samenleving niet teleur te stellen, is er besloten de verbranding toch voorgang te laten vinden. Ik wilde hierbij zeggen, kijk, het is een teleurstellende feest voor ons geweest dit jaar. Jaarlijks hadden we hier meer dan 10.000, 12.000 mensen met eten, drinken en alles. Dit jaar, vorig jaar en het jaar daarvoor moesten we heel klein doen. Kijk, je ziet onze Holika zo klein. Maar dat, de reden is daarvoor dat door die COVID konden we niet groter bouwen. Het mag niet van de overheid. We hebben bepaalde afmetingen gehad en een aantal mensen hebben ook gekregen om te uitnodigen. Dus als ze onze uitnodiging zou gaan, dan heb je hier zeker 6.000, 7.000 mensen. Zo hebben we elke jaar hier meegemaakt. We starten 5 uur in de ochtend tot volgende dag. Maar ja, dit jaar, 3 jaar is al zo dat we echt teleurgesteld. En de gemeenschap wacht op dit feest. We kwamen toch een hoge holika-verbranding tegen. En dat was van de vereniging Jivan Jyoti de Magenta. Die had een hoogte van bijna 6 tot 7 meter. Na de verbranding van Holika gisterenavond begon vanmorgen om 9 uur op vele plekken opnieuw een ritueel. En bij de stichting Sportcomplex Quatta is het holifeest heel somber ingeluid. De mantras worden wederom geciteerd om Allah te bedanken dat de verbranding goed is verlopen. Het as wordt daarna afgekoeld met water en plaatst de pandiet een asstreep op het voorhoofd. Dit is het teken dat Pagwa mag beginnen. Een belangrijke schakel bij het holifeest is de aanwezigheid van een pandiet bij de meest belangrijkste rituelen, meent pandiet Prachand Jagbandhan. Het holifeest heeft door de jaren heen een heel andere betekenis gehad voor de Surinamers, meent de pandiet. In 1873 hebben mijn voorouders, ja, de Hindoestaanse voorouders, het feest naar Suriname gebracht. Maar door de jaren heen, samen met andere bevolkingsgroepen, heeft het een Surinaams karakter gehad. Het heeft een Surinaams karakter gehad en hierbij
wil ik zeggen dat het nu een eigen Surinaams feest is. Het is geen feest van India. En het boodschap die ik hier wil geven, dat Holi het feest moet zijn dat broederschap, dat eenheid en progressie moet promoten. Waarom ik dat zeg? Als we met poeder spelen. U speelt morgen met poeder, ik speel met poeder. Als we straks na het spelen met poeder naast elkaar gaan staan, dan gaan we zien dat we op elkaar lijken. Het maakt geen onderscheid. Ja? En dat is Bhagwa. Het symboliseert, het is niet alleen bij symboliseren, maar het geeft de motivatie om de onderscheid weg te werpen. Het geeft de motivatie om progressief te zijn, om iets te doen voor de maatschappij, om gezamenlijk iets te doen voor de maatschappij. De voorzitter van de stichting Sportcomplex Quatta heeft de volgende passende holy boodschap voor de samenleving. Mensen, kijk, ik moet jullie één ding waarschuwen. Ga niet zomaar Bhagwa spelen. Je moet wachten tot morgenochtend, tot de pandit de rituelen heeft gedaan. Na 9 uur mag je wel Bhagwa spelen. En voorzichtig, ga niet ruw spelen. Ga niet dames aantasten of vrouwen. Neem het heel rustig. Gebruik je verstand. Neem iedereen als je moeder en je vader. Het viel ook op dat het vandaag op straat heel rustig was. Vanuit de regering was er gisteren de uitdrukkelijke oproep gedaan niet te feesten op Bhagwa, omdat het houden van feesten nog steeds verboden is. Holi is dit jaar dus veelal in huiselijk verband gevierd.